Ja, Ronnie van Geneugde na de overwinning op Doornik. Het werd aangekondigd als een moeilijke wedstrijd en dat was het ook. Dat was het ook, deels door onze eigen fout. Ik denk dat we in de eerste helft zeer goed voor de dag zijn gekomen met de wedstrijd volledig naar onze hand te zetten. Waarbij we ook verdiend 0-1 voorkomen. En dan moet ik zeggen dat 20 seconden concentratieverlies gedurende de eerste 45 minuten leidde tot een doelpunt voor Doornik. En dan wordt het 1-1. Terwijl je weet dat Doornik toch wel een beetje aanzien wordt als een zwart beest ten opzichte van OHL. Zeker als we hier moeten komen spelen. Ja, en dan moet je de koppen toch wel even bij elkaar steken en dan is het eigenlijk de kleedkamermentaliteit die de tweede helft met werkkracht en met een goede groepsgeest heeft de 3 punten doen overhellen naar OHL. Vooral in die tweede helft, op het laatste van de tweede helft, wordt het nog vrij spannend. Ja, maar dat is normaal. Hè. Dus Doornik moet dan met lange ballen gaan spelen en dan valt die bal daar in rond de 16 meter. En dan moet die bal eens goed vallen voor een van de 2 ploegen en gelukkig viel die goed voor ons. De vreugde, de ontlading in de kleedkamers was enorm. Deze groep hangt heel goed aan elkaar. Ja, deze groep inderdaad. Als je ziet ook hoe de jongens die op de bank zitten meeleven op de bank met de 11 spelers die op het veld staan. Dat is schitterend. En dat is ook de sterkte van deze
groep dat de kleedkamer op dit moment zorgt voor die extra surplus die nodig is om soms een wedstrijd tot een goed einde te brengen. Jullie staan nu tweede in de rangschikking. Volgende week, zondag, is die belangrijke, die topper thuis in Den Drijf tegen Waasland Beveren. Ja, ik denk vooral belangrijk zal zijn dat we weer opnieuw over een enthousiast publiek kunnen beschikken die hopelijk zich een beetje vermenigvuldigd heeft. Als je ziet ook de ambiance hier tijdens en na de wedstrijd van de supporters die toch te ver verplaatsingen gemaakt hebben, dan denk ik dat wij toch wel aanstaande zondag van een echte thuiscupwedstrijd kunnen spreken. En hopelijk staat het publiek ook dan weer enthousiast achter ons en kunnen we onze thuisreputatie alle eer aandoen door ook Waasland Beveren met 0 punten huiswaarts laten keren. Okay, bedankt Ronnie van Geneugden. Ja, Jordan Remakle, je bent topscorer bij Oud-Heverlee Leuven. Jij scoorde vanavond 2 maal. Ja, dat is waar. Ik scoorde 2 maal vanavond, maar ik denk de belangrijke was toch de ploeg. En de 3 punten zeker. Je pakt nu de 2e plaats. En allemaal weet dat volgende week Waasland Beveren komt thuis. Dus dat is goed voor de ploeg. Het was geen gemakkelijke wedstrijd. Nee, zeker niet. Maar ik denk de groep weet wat is de ploeg hier. En met een moeilijk het veld, denk ik. En iedereen weet wat is de beker is geweest hier. Dus iedereen weet de ploeg van Turnhout is een moeilijke ploeg op een moeilijk veld. Maar ik denk de belangrijke vanavond was de 3 punten en de karakter op het veld van de ploeg, denk ik. Die strafschopfase. Was dat licht gefloten of was het strafschop? Nee, voor mij dat was echt een strafschop. Ik raak de bal voor de keeper en de keeper pakt gewoon mijn 2 voet. Dus ja, voor mij dat was gewoon een normale penalty. En jij eiste dadelijk de bal op. Jij wou die strafschop zelf geven. Ja, maar ik ben gewoon nummer 1 voor de strafschop. Dus ja, dat is gewoon geen discussie voor deze. Volgende week is er dan die belangrijke wedstrijd, die topwedstrijd tegen Waasland Beveren. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik denk dat onze reputatie thuis moet blijven, sowieso. Dus de ploeg gaat zeker spelen voor de 3 punten. De 3 punten moet gewoon sowieso blijven in Leuven. Dus ja, dat komt een echt mooie affiche op Leuven, vorige week. Hoeveel doelpunten ga jij nog scoren voor Oud-Heverlee Leuven? Ja, zoveel dat ik kan, maar ja, de belangrijke is niet wie scoren, maar de ploeg en de 3 punten. Dus, Okay. Bedankt Jordan Remakle. Ja, communicatieverantwoordelijke Chris van den Broek. Volgende week staat er een heel belangrijke wedstrijd op het programma. Thuis in Den Drijf tegen Waasland Beveren. Absoluut. Na 2 magere sportieve jaren hebben we eigenlijk terug aangesloten bij de top. Wat ook de ambitie en het doel was van het bestuur. We willen bij de top 5 eindigen. En we krijgen eigenlijk zondag de kans om eerste te worden. Wat toch een belangrijk moment is voor deze club. En we weten eigenlijk wat ons te doen staat, want Oostende, de huidige leider, heeft dan al gespeeld tegen Tiene. Dus als we Beveren-Waasland zouden kunnen kloppen, gaan we naar de eerste plaats. En die kans gaan we proberen niet te laten liggen. Is dit een oproep naar de supporters toe? Dit is absoluut een oproep naar de supporters toe. Je voelt dat de ambiance er is. Hier vandaag op Doornik was er weer heel veel mensen die OHL hebben aangemoedigd. En ik roep iedereen op om zondag naar Den Drijf te komen, met sjaals, met vlaggen, met alles erop en eraan. We gaan Beveren-Waasland proberen te kloppen en die eerste plaats te pakken. Okay, bedankt Chris van den Broek. Dank u wel.